Erik Terpstra, van u is uiteindelijk het idee, die spelers die moeten naar Nederland komen. Nou, niet voor mij alleen. Nee. Maar het is wel een droom. Ja, ja. Ja, wanneer, een droom. Wanneer ontstond die droom eigenlijk? Die ontstond eigenlijk al in Sydney, toen we zo ongelooflijk succesvol waren. En toen we zagen hoe heel Australië eensgezind zo verschrikkelijk trots was op het feit dat zij de Olympische Spelen mochten organiseren. Ja. Dat gaf zo'n enorme, enorme impuls. En toen dachten we van, eigenlijk zou je inderdaad moeten kijken of wij met een droom op de horizon. Mm-hmm. Eerst kunnen gaan proberen om net zo'n sportland te worden als Australië. Laten we proberen te beginnen met meer sport op scholen, met meer breedte sport, met meer verankering. En als we dan echt een sportcultuur hebben, jongens, dan gaan we ervoor. Ja. Ivo Opstelt, u bent voorzitter van het Olympisch Plan. Wat is het Olympisch Plan? Het Olympisch Plan is gewoon met 2028 als stip aan de horizon, die droom. Kijkend, terugredeneerd naar hoe kom je daar 2021. Dan zijn die wijze dames en heren van het IOC die daarover besluiten dat het naar Nederland gaat. Maar belangrijker is 2016. Dan moeten wij beslissen, gewoon gaan we dat bid uitbrengen en hebben we Nederland op Olympisch niveau gebracht. En sport als bindmiddel om langs allemaal prioriteiten, zoals er is welzijn, sociaal-maatschappelijk, topsport, breedtesport, economie, ruimtelijke infrastructuur, binnen Maas. Al die kwesties die we gaan bespreken straks. Ruimtelijke ordening, sport en natuurlijk de topsportevenementen waar we het over hebben. Omdat Nederland dan op Olympisch niveau moet komen. Dat is die transformatie waar je ook over Sydney sprekend. Als je daar geweest bent, Barcelona vind ik daar ook altijd een ongelooflijk voorbeeld van. Ik denk Londen straks ook. Dat die gewoon die stad, dat land, die regio, is daar gewoon sterker uitgekomen. Ja. Ook daar hebben we straks een voorbeeld van. Als we even gaan kijken naar de reportage die Mart Smeets heeft gemaakt toen hij later terug is gegaan naar, ik geloof, Athene, waar hij toen was. Eerst even, we hebben ook u heeft ook een topsportteam, om het even zo te zeggen. Ja, Mark maakt daar ook deel van uit. Wat moet jij gaan doen? Laten zien eigenlijk wat voor mooie dromen hebben richting die Olympische Spelen. Maar ik vergelijk het eigenlijk met wat ik net zei. Dat ik zelf als klein kind die Olympische droom had. Maar daar toen natuurlijk nog heel ver vanaf zat. En in die prille fase zitten we nog een beetje. We moeten eerst voorwaarden gaan scheppen. We moeten eerst heel hard werken om op een niveau te komen dat ik überhaupt kan gaan denken toen aan deelnemen aan de Olympische Spelen. Ik kon het me, op mijn achtste jaar kon ik me niet gaan aanmelden voor de Olympische Spelen. Zeggen van ik wil meedoen bij het Olympisch Comité. Ik moest eerst heel hard werken en het niveau bereiken dat je klaar bent om je kandidaat te stellen. En wij als Nederland zijn nu eigenlijk een kind van 8 jaar, zeg je? We hebben nog een hoop te doen om zo ver te komen dat wij Nederland op zo'n niveau hebben dat we zeggen van ja, Nederland is er klaar voor. We kunnen laten zien dat we evenementen aan kunnen organiseren, dat we het sport op niveau hebben in Nederland. Ja. Dat wij het waardig zijn om een kandidaat te zijn om Olympische Spelen te organiseren. We hebben natuurlijk een keer de Olympische Spelen gehad. Laten we daar even naar kijken. Dat was 1928. De openingsceremonie vond plaats op 28 juli 1928 om 14:00 PM. In totaal waren er 3014 deelnemers uit 46 landen, van wie 290 vrouwen. En voor het eerst in de geschiedenis brandde er Olympisch vuur. In het bokstoernooi ging de Nederlandse aandacht uit naar de klasse vedergewicht. Beb van Klaveren, in de donkere kleding, staat hier in de halve finale tegen de Amerikaan Devine. Ook de gymnastiekwedstrijden werden afgewerkt in het grote Olympische stadion. Onze Hollandse meisjes behaalden bij de groepswedstrijd voor dames de eerste prijs. Tot slot de marathon, onder grote belangstelling gelopen. Zoals deze hele Spelen succesvol waren. Ja, Holland heeft een woordje meegesproken. Mark Huizinga zei net van ja, we zijn misschien nu nog als land een kind van 8 dat uiteindelijk weer mee wil doen met die Olympische Spelen. Wanneer, Erika Terpstra, zou Nederland een topsportland kunnen zijn? Waar moeten we aan voldoen? Ja, ik denk dat we moeten voldoen aan meer sport op scholen. Meer het gevoel dat sport bij de kwaliteit van leven hoort. Een leven lang sporten, een goede sportinfrastructuur en een cultuur waar we afrekenen van een zesjescultuur. Waarvan we een generatie leren dat excelleren, dat dat leuk is, en ambitie hebben dat het weer mag. Dan zijn we een sportland. Mart Smeets? Dat duurt even voordat we daar zijn. Ja, maar we maken nu wel die omslag een beetje. Ja? Ja, het feit dat wij als sport hebben gezegd, we hebben ambitie, we willen bij de top 10 horen en we willen zorgen dat we met elkaar
heel Nederland op een hoger niveau brengen, dat heeft zo'n weerklank gevonden. Dat maar hoe lang denk je dat daarvoor staat dan? Die cultuur, want het is een cultuuromslag. Het is absoluut een cultuuromslag. Je moet mensen leren winnen. Ja, je moet mensen leren verliezen. Ja, sowieso. Maar nou zitten hier heel veel winnaars hoor, bij elkaar. Dat is heel veel pijnlijk om te zien. Daar ben ik ook maar erg trots op. Ja, daar zijn we allemaal trots op. Het is niet zo makkelijk om die cultuuromslag te verkrijgen, omdat wij nauwelijks weten. En dat, ik hoop ook dat wij ooit nog eens een keer zoiets groots doen. Dus ik zet me er niet tegen af. Okay. Ik probeer het alleen in een ander kader te zetten. Hoe krijg je een land waar sport een bijzaak is, belangrijke bijzaak, hoe krijg je een land zover dat ze in hoofdzaak gaan denken? Dat is het belangrijkste. En je hebt maar 6 jaar, want 2016 is over. Ja, en in een snel veranderende wereld, over 18 jaar, we hebben geen idee hoe de wereld er dan af zit. Welke aswolk hangt er dan boven ons? Maar dat is dan juist ook, dat is de uitdaging van dat Olympische programma. Dat is natuurlijk ook een sense of urgency die erin moet zitten. Daarom is het fantastisch dat het topsportteam er is. Gewoon, nee, maar wij moeten beginnen waar zij zijn, op de lagere school. Ja, zeker. Onze kinderen moeten verplicht gymnastiek krijgen. Kijk, dat is niet in dit land. Dat is belachelijk dus, nee, maar daar ben ik helemaal eens. Dat moet dus nou, verandert dat dan politiek? Ja, dat gaan we. Daar zijn we ook mee bezig. Dat moet ook gebeuren. Zijn we mee bezig? Het is een beweging waar je niet alleen daar, maar op alle fronten dat moet doen en gewoon een beetje schouder aan schouder gaan staan. Ja. Daarom is het wel belangrijk dat het kabinet heeft ervoor gekozen, de steden hebben ervoor gekozen, de ondernemers hebben ervoor gekozen, de vakbonden hebben ervoor. Die zitten allemaal in mijn team en de topsportteam ook. We gaan dit in Nederland aan de man brengen. Gewoon. Ja, als je ideaal wilt nastreven en je wilt zeggen van, wat eigenlijk wordt gezegd ook aan tafel, is dat we de identiteit ook van de Nederlander willen veranderen en dat sport een belangrijke plaats inneemt in het gedrag, ook bij jeugd en bij kinderen. En ik denk dat je dan inderdaad bij die jeugd en bij de basis moet beginnen en dat je het van de positieve kant bekijkt. En dat geldt voor iedereen en zeker ook voor de media, ook voor Macht die zoveel know-how en ervaring heeft. Probeer het van een andere kant te bekijken en juist met die trein mee te gaan om tot een goed resultaat te komen. Haal het beste uit onszelf. Of we dat stipje aan de horizon zullen bereiken, dat is nog de vraag. Maar het proces is belangrijk om een verandering teweeg te brengen in Nederland. Ja, maar ik rijd graag mee op die trein, dat begrijp jij ook, want zo goed kennen we elkaar wel. Ik wil alleen aangeven dat er op die rails die er voor ons ligt, en die rails is lang hoor, 18 jaar, dat daar nog wel het een en ander aan rommel ligt. Ja, en dat moet je dus eerst kwijt. Je moet eerst naar een land komen waar sport geaccepteerd is, waar gymnastiek weer bestaat. En ik roep het vaak, en ik heb het al 10 jaar geroepen, waar staan de politieke partijen die nu zeggen van verplicht gymnastiek geven. De meesten die hier zitten hebben verplicht gymnastiek op school gehad. Dat was vormend voor ons allemaal. 100% mee eens. Ja? Dus daar moet je beginnen. Je moet met jeugdsport beginnen. Dat moet je doen. En je moet proberen in het hoofd van die 16 miljoen Nederlanders die het allemaal leuk vinden om succes mee te maken en die dan allemaal iets geks oranjes gaan aantrekken, om daar het bewustzijn van winnen binnen te brengen. Absoluut. Dat het leuk is om goed te zijn. Moet je kijken wat daar zit. Zij weten wat winnen is. Ik ben het zo. Wij zijn grijs. Wij zijn de kleur van jou en mijn jasje. Nou, ik ben ook een beetje oranje. Ja. Goed. Het viel niet op. Daar zitten wat winnaars. Maar kun je zeggen dat jouw sport, zoals Mart zegt, sport wordt in Nederland gezien als een belangrijke bijzaak. Maar dat die sport toch steeds serieuzer genomen wordt. En dat je merkt dat daar een veranderende cultuur in is. Ik kijk natuurlijk, ik heb best wel met een smalle blik gekeken mijn hele leven lang, waarin sport gewoon voor mij geen bijzaak was. Dus een behoorlijk grote hoofdzaak is geweest eigenlijk in mijn hele leven, is een hele rode draad geweest. Ik heb het nu eigenlijk pas wat sinds kortere tijd, sinds ik gestopt ben, ook een beetje van de andere kant kunnen bekijken. Ik ben vorig jaar erg betrokken geweest bij het organiseren van het WK Judo in Nederland. En dat was, ik heb dat nu van allerlei facetten kunnen bekijken. Dus niet van de kant van alleen maar een sporter om te winnen. En toen heb ik gemerkt hoeveel dat losmaakt bij alle mensen. Ik heb alle mensen kunnen motiveren, kunnen toespreken, commentaar kunnen geven voor televisie, speluitleg. Al die mensen, het zat helemaal vol en er was zo enorm veel energie die ik normaal niet gezien heb, dat ik heb gemerkt hoeveel impact die sport maakt. We hebben een ledenstijging bij de bond. Het was uitverkocht. Het was, nu merk ik ook die andere kant van de sport. Esther, jij? Ja, ik denk ook dat het zeker meer doet dan alleen maar dat het gezond voor je is. Als ik kijk naar de gehandicapte sport en vooral kinderen dan, met mijn eigen stichting vooral kinderen stimuleren om te gaan sporten.
Weet je, het is voor het zelfvertrouwen goed, voor de zelfstandigheid, voor de saamhorigheid, voor je eigen waarde. Weet je, er zijn zoveel dingen die... Maar zie je met enig optimisme natuurlijk ook, maar zie je dat Nederland meer een topsportland is dan 10 jaar geleden of 15 jaar geleden? Wordt het serieuzer genomen? Ja, ik denk wel dat het zeker... Ja. Het is een onderdeel van de maatschappij geworden nu. En het wordt steeds een belangrijk onderdeel. Ja. Dus die waarde wordt daar wel aan gehecht. Ja. Laten we even kijken, want Mart zei net al van er zitten daar allemaal winnaars. Er is ook ruimte voor verliezers en we hoeven niet eens heel ver terug te gaan. Laten we gaan naar 1992. Let's forget where we come from. Just never in history we changed television images from one country to another and back and forwards. I would like you to share with me the beauty of a bouquet. Therefore, I'll send you flowers with the magic of modern techniques. There we go. They must be there. I hope to meet you here in Amsterdam in 1992. Ja, je kunt wel zeggen dat dat niet helemaal gelukt was, hè? Nee, dat mag je zeggen. Het was een blunder eerste klasse. Ja. Maar we doen het nu ook anders. Mm-hmm. We hadden wel 5 stemmen toen. Ja. Van 150. We doen het nu anders. Daar was het echt een plan dat van bovenaf gedropt was. En eigenlijk ook kwam eigenlijk als een verrassing voor heel veel mensen. En nu bouwen we het op van onderaf. En als je ziet wat voor energie dat nu al creëert bij hele andere sectoren. En de architectuur, dat vind ik ook zo'n mooi voorbeeld daarvan. Ja. Die ook zegt van wij willen ook op Olympisch niveau mee acteren. En als je ziet naar de economie en als je kijkt naar mensen die zeggen van goh, mogen wij mee onderdeel zijn van het Olympisch plan?